Ongeveer een tiende van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen komt door voedsel wat zo in de prullenbak verdwijnt. Je hebt vast wel gehoord dat we minder moeten vliegen, minder vlees moeten eten, ook minder plastic verpakkingen gebruiken. En dat is allemaal superbelangrijk. Maar wat we vaak over het hoofd zien, is voedselverspilling. Mijn naam is Erika van Herpen. Ik ben universitair hoofddocent consumentengedrag. En hier in de werkplaats leg ik uit waarom restjes opeten goed is voor zowel het klimaat als voor je portemonnee. Niemand gaat natuurlijk naar de supermarkt met het idee, nou ga ik eens flink wat eten inkopen om in de vuilnisbak te gooien. Maar toch is dat wat we massaal doen. Wereldwijd wordt maar liefst een vijfde van het voedsel wat we produceren, wordt verspild, wordt nooit opgegeten. En in Nederland komt dat neer op maar liefst 2 miljard kilo per jaar. Als je dat probeert voor te stellen, hoeveel dat is, als je vrachtwagens zou nemen en daar de voedselverspilling in zou doen van een jaar, dan krijg je een rij vrachtwagens achter elkaar van Utrecht tot aan Barcelona. Zoveel is dat. Maar al dat voedsel, dat wordt dus wel verbouwd en verpakt en vervoerd. En in elke stap van dat proces worden broeikasgassen uitgestoten. Alles bij elkaar is dat maar liefst 10% van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen. En dat is het dubbele van wat de luchtvaart uitstoot. En weet je wat het erge is? Het merendeel daarvan gebeurt bij ons thuis. Wat gooi ik weg? Meestal het laatste stukje brood. Vind ik niet zo lekker. Vooral groenten. Wat tomaten vaak. Soms een komkommer. Wij zijn met z'n zessen thuis, dus dan wordt er altijd wel ruim gekookt. Dus delen van de avondmaaltijd. We gaan 2 vuilniszakken naar buiten per week. En dat is denk ik wel zeker de helft voedsel. Zoals je ziet is het voor mensen best heel moeilijk in te schatten hoeveel ze nu eigenlijk verspillen. In ons onderzoek hebben we dat aan huishoudens gevraagd. We vroegen ze hoeveel ze verspillen in een week. En ze schatten dat in op zo'n 639 gram. We hebben diezelfde huishoudens gevraagd om een week lang al het voedsel wat ze zouden verspillen te verzamelen. Dus alles wat ze normaal gesproken zouden weggooien, restjes van het koken, producten die over de datum zijn. En wat denk je? Dat was dus het dubbele. En het meeste wat we verspillen, dat is brood, groente, fruit, aardappelen. En daarnaast gooien we ook nog een heleboel zuivel door de gootsteen. Het zit nog niet in mijn systeem dat ik me gelijk schuldig voel. Nou, als ik de vuilniszakken buiten zet, denk ik van potverdorie had het niet wat minder gekund. Maar ja, mijn vrouw koopt graag voedsel. Op het moment dat ik voedsel weg moet gooien, dan voel ik daar op dat moment niet per se heel veel over. Voedsel verspillen vinden we dus niet oké. Maar toch blijven we dat doen. Nou is het natuurlijk niet zo dat we dat voedsel direct weggooien nadat we het gekocht hebben. Nee, er zitten verschillende stappen tussen. Plannen wat je gaat eten of een boodschappenlijstje maken, dat helpt tegen voedselverspilling. Maar als we dan met mensen praten, dan blijkt dat het nog niet zo eenvoudig is. Iemand belt op dat hij even niet mee eet, of je gaat eens onverwachts uit eten. En ja, dan gaat het voedsel toch weer die vuilnisbak in. In de winkel kopen we te veel. En hoe impulsiever je koopt, die lekkere chocoladekoekjes bijvoorbeeld, hoe meer je verspilt. Een volgende stap is het bewaren van voedsel. Maar dan moet je wel weten hoe je dat goed doet. Dus bijvoorbeeld appels in de koelkast, want dan blijven ze wel 3 weken langer houdbaar. En bananen, juist te buiten. En je moet ook onthouden wat je in huis hebt. En daar gaat het vaak mis. En dan hebben we toch weer voedsel wat in die vuilnisbak verdwijnt. Dan het koken. Je kent het vast wel. Je kookt pasta, maar per ongeluk veel te veel. Dus het is belangrijk dat je goed afmeet. Maar wat ook belangrijk is, is dat je weet hoe je moet koken. Je kunt wel heel veel producten in huis hebben, maar als je niet weet wat je ermee kunt maken, ja, dan gaat het toch weer die vuilnisbak in. En als laatste de restjes, die worden ook vaak weggegooid. Want ja, mensen denken, is toch niet zo lekker zo'n restje. Of het is maar een klein beetje. En ja, dan raakt die vuilnisbak stiekem wel heel vol. Nou, gelukkig zijn er voor al die stappen ook wel oplossingen die bedacht worden. Zo hebben we in Wageningen bijvoorbeeld onderzoek gedaan samen met de supermarkt naar brood. 70% van de mensen die vriest thuis het brood in. Dus wat die supermarkt nu is gaan doen, is die is bevroren brood gaan verkopen naast het verse brood. En dat betekent dat ze minder vers brood in de schappen leggen. Want als het aan het eind van de dag op is, dan is er altijd nog dat bevroren brood wat ze kunnen verkopen. En hierdoor worden in die ene supermarkt in Wageningen per jaar maar liefst 4500 broden minder weggegooid. De problemen die we thuis zien, die zien we ook in restaurants. En nou is er een bedrijf dat heeft een vuilnisbak ontwikkeld. En als je daar eten in weggooit, dan herkent die vuilnisbak met behulp van foto's en software
wat er wordt weggegooid en met een weegschaal hoeveel daarvan. En dat geeft informatie aan de koks waar te veel van is gemaakt en wat ze dus in de toekomst misschien wat minder kunnen maken. Maar ook thuis kun je op een simpele manier al heel veel dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld het eetmaatje gebruiken om in porties af te wegen hoeveel pasta of rijst je moet koken. Je kunt een broodrooster op het aanrecht zetten, zodat je je brood heel gemakkelijk een tweede leven kunt geven. Nou, wat ook heel goed werkt, is een restjesdag houden. Dus één vaste dag in de week waarin je restjes eet. Als je wat bijhoudt hoeveel je verspilt en zo'n restjesdag hebt, dan kun je heel veel minder verspillen. Tot wel een derde minder. Nou, met dit soort oplossingen kunnen we voedselverspilling flink verminderen. En dat is heel mooi voor de natuur en ook heel mooi voor jou, want het scheelt je toch al gauw zo'n 120 euro per jaar aan boodschappen. Ik ben Sanjay, hoogleraar wiskunde. En in de volgende aflevering vertel ik je hoe we de ambulance slimmer en daarmee sneller kunnen laten rijden.